De keuze van de feestfabriek om het chillen dit jaar wat meer los te laten op Mañana Mañana zorgde voor een bruisende editie. Er was nog genoeg ruimte om rustig aan te doen, maar vanaf het middaguur werd er bij de verschillende podia meer gedanst dan voorheen. Tot grote blijdschap van de organisatie. Nou, kalm aan doen is mooi, maar het moet wel ook een beetje de goede energie. En daarom hebben we dus ook iets eerder wat opgeschakeld in het energielevel van de bands. Dus iets minder songwriters en iets meer bands zoals dit. Waardoor dus niet pas 's avonds, maar eigenlijk al 's middags er iets meer actie in de tent komt. En ik denk dat dat een goede ontwikkeling is. Ja, echt leuk. Echt leuk. Vergeleken met vorig jaar was het een beetje meer eenzijdig qua muziek. En dit jaar is het wel echt veel beter eigenlijk. De muziek is zeg maar heel wisselend. Allerlei verschillende stijlen. En ook niet alle bandjes die je normaal gesproken kent. Het is net wat anders dan anders. Dus zoals het Mongoolse keel zingen. Nou, waar vind je dat nou ergens anders? Dat vind ik wel een pareltje. Ik mis alleen het tuinhuisje. Dat vind ik erg jammer. Toch iets positief kritisch. Met die hangmatjes. Ben je er vorig jaar geweest? Ja. Ja, die mis ik. Maar als je een band bent en je staat voor 60 slapende mensen te spelen, ja, dat is toch minder, vind ik, leuke vibe als dat je mensen een beetje lekker aan het dansen zijn. En daarom hebben we dus ook de slogan veranderd. En ik denk dat het goed uitpakt. Wat heeft het festival dit jaar met jou gedaan? Ja, ik word er zelf eigenlijk helemaal blij van. De mensen zijn ontzettend aardig en hebben goede zin, alle bezoekers. En dat maakt denk ik dat de mensen hier ook een beetje blij worden. Ja, dat klinkt een beetje hippie-achtig. Maar ik denk dat het echt zo is. Heel veel festivals is natuurlijk de sfeer goed. Maar bij Mañana hopen we toch de Achterhoekse gastvrijheid zo tot uiting te kunnen brengen. Dat de mensen hier zich ook echt welkom voelen. En ik heb het idee dat het zo is. Dat moet je natuurlijk aan die mensen zelf vragen. Ik vind dat de mensen die hier komen, alles is altijd heel erg chill en relaxed. Iedereen is blij en volgens mij is het een gaaf festival. Ik vind het super, super leuk en relaxed. Ik ben met de hele familie hier, kinderen. Morgen ook nog een kleinkind, dus super. En willen jullie hier nog vaker terugkomen? Ja. Want dan mag ik ook gaan tokkelen, want ik ben nu nog te jong. Wil jij ook terugkomen? Ja, over 4 jaar, dan mag ik ook gaan tokkelen.